Goedenavond, meneer Van Langehoven. U hebt het de voorbije weken vaak verkondigd. U hebt het ook nu nog eens benadrukt. De partijpolitiek is rot. U zei ook, ik zal niet op kosten van de belastingbetaler gaan leven. Dat is exact wat u nu gaat doen. Wel, absoluut niet. Hè. Wat ik vandaag heb beslist, is volledig in lijn met wat ik al maanden en jaren verkondig. Ik ben niet in de partijpolitiek gestapt vandaag. Ik zal een partij onafhankelijk activist blijven. En wat ik zeg en doe op straat tijdens acties en op sociale media tijdens acties, zal ik vanaf nu, als ik het vertrouwen krijg van de Vlaams-Brabander, ook in het federaal parlement kunnen gaan doen. Ja, maar u gaat het doen, dat blijft wel zo, op kosten van de belastingbetaler. U staat, u trekt de lijst voor Vlaams Belang. Dat is aan politiek doen. Dat is een partij, hè, meneer Van Langehoven? Wel nee, het is vandaag heel duidelijk gecommuniceerd. Tom van Grieken heeft het daarnet ook in het voorgaand fragment nog eens goed benadrukt. Ik blijf een partijonafhankelijk activist. Ik heb geen partijkaart. Ik doe niet mee aan de partijpolitiek en al zeker niet aan die particratie die eigenlijk de democratie van België in een soort wurggreep houdt. U moet toch toegeven dat dit alle regels van de logica tart. Hè? U trekt wel degelijk de lijst van partij Vlaams Belang. En u zal, zoals u dat onlangs zei, na de Mars voor de Democratie, deel gaan uitmaken van de bende graaiers. Wel, absoluut niet. Ik maak daar geen deel van uit en dat is ook mijn ambitie niet. Ik ben een partijonafhankelijk activist en ik zal dat ook blijven. Net wat ik doe nu op sociale media en op straat, zal ik ook in het parlement gaan doen. Dat is wat onze volgers en sympathisanten mij al zo lang vragen en dat is nu ook wat ik ga doen. Ik zal zeker geen graaier worden en alle middelen die mij ter beschikking gesteld worden als parlementslid, gaat het dan zelf om geldelijke middelen, gaat het dan om parlementaire onschendbaarheid? Het is dat zal ten diepste gesteld worden van wat ik wil doen in dat nieuwe mediakanaal en Schild en Vrienden, maar ook gewoon de Vlaamse beweging in het algemeen. Oké. Okay. Meneer Van Langehoven, dit is een interview. Hè. Uiteraard. U spreekt niet ik was gewoon aan het antwoorden op uw vraag. Hoor. Nee, maar ik denk dat het simpeler zal gaan op die manier. Onafhankelijk activist, zegt u. Optredend voor Vlaams Belang. Ja, dat is toch totaal niet onafhankelijk. Wel, dan verbindt u zich toch tot hun gedachtegoed. Ik ben zeker en vast wel onafhankelijk. Dat is vandaag ook verschillende keren benadrukt. Ik ben onafhankelijk activist en ik zal dat ook blijven. Inderdaad, ik trek een gezamenlijke lijst met Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Dat klopt, dat klopt. En ik maak deel uit van het Forza Flandria, opgezet door Tom van Grieken. Dat is een project dat ik steun, een breed en dynamisch project voor Vlaanderen om opnieuw de Vlaamse belangen centraal te gaan zetten. En daar schaar ik mij achter. Dat hebt u al vaak benadrukt. Wat is uw echte motief om dan aan deze politiek, toch partijpolitiek, te gaan doen? Wel, nogmaals benadruk ik het, want u probeert mij steeds die woorden in de mond te leggen. Ik ga niet aan partijpolitiek doen. Ik blijf een politiek onafhankelijk activist, maar de vraag ook in het parlement. Wat is het precies doel uw motief? Is om precies wat ik nu aan het doen ben op sociale media en op straat, om dat ook in het parlement te gaan doen. Ik wil de boodschap die ik nu verkondig aan zoveel duizenden mensen in Brussel, in Nienhoven, maar vooral ook op sociale media, die wil ik ook gaan verkondigen in het federaal parlement. Ja. Daar waar het meeste pijn doet voor die particraten, voor die partijpolitici die in mijn ogen, of toch een groot deel ervan, de Vlaming hebben verraden. Eind december schreef u nog een tekst voor Palieterke waarbij u zei: het geld is op, ik heb geen middelen meer om iets te doen. Dat is absurd. Lijkt me dat dan heb ik nooit gezegd. Dat staat nee, dat op staat de niet. Site van het Palieterke. Dat staat er niet. U zegt u maakt dat u ervan geen middelen meer hebt en dat u moet geholpen worden. Er is een oproep om geld te storten. Dat klopt niet. Dus het lijkt mij zeer duidelijk dat dit ook met financiële middelen te maken heeft. Wat u nu zegt is manifest onjuist. En dat kan ik ook bewijzen. Ik raad alle kijkers aan om naar de website van Palieterke te surfen. Het gaat over uw gebrek aan financiële middelen. En daar te lezen wat er staat. Ik heb daar niet gezegd, het geld is op. Ik heb daar niet gezegd, ik heb geld nodig. Het gaat over dat heb ik daar gebrek nooit aan financiële gezegd. Middelen. En u hebt nu twee keer mijn woorden verdraaid. Twee keer iets gezegd dat ik absoluut nooit heb gezegd. Dat is heel nefast, denk ik, voor de geloofwaardigheid van uw nieuwskanaal. Uw kijkers geloven nu wat u zegt, maar het is niet zo. Ik raad hen echt aan om naar die website te gaan kijken. Ik heb dat nooit gezegd. Ik raad het de kijkers ook aan. Ik citeer ook Tom van Grieken, die zegt: u hebt dat kunnen zien, dus daar hebben wij niks aan verdraaid. Ik denk dat Dries zijn plaats niet bij Vlaams Belang is. Wel, Tom van Grieken ziet mijn plaats als een partijonafhankelijk activist en dat is exact wat ik ga doen in het parlement en ook daarbuiten. Ja, dus u vindt daar helemaal geen probleem in, want we zien hier twee mensen die eigenlijk toch niet doen nu wat ze oorspronkelijk hebben gezegd. Dit is opportunisme. Absoluut niet. Dit is geen opportunisme. Ik doe exact dat wat mijn volgers en sympathisanten al maanden van mij hebben gevraagd. Wat ik verkondig op straat en op sociale media,
ook in het parlement gaan verkondigen. Dat is wat ik doe en dat is absoluut geen opportunisme. Oké. Okay. Schild en Vrienden, u blijft die organisatie leiden? U blijft daar het gezicht van? Uiteraard. Zoals ik zei, ik ga verder werken aan de uitbouw van Schild en Vrienden tot een professionele belangenorganisatie die er zal staan. Telkens wanneer de belangen van de Vlaamse jeugd in het gedrang komen. Daarnaast ben ik ook bezig aan een nieuw mediakanaal, een nieuwskanaal, om jullie fake news en leugens te gaan counteren in de toekomst. En daarnaast zal ik ook mijn werk verder zetten in het federaal parlement, als ik daarvoor het vertrouwen krijg van de Vlaams-Brabander. Ja, ik vraag u naar Schild en Vrienden, want belangrijk is ook wel dat u in verband met die zaak in verdenking bent gesteld. En u maakte vandaag ook al meteen duidelijk, ja, wat mij heel erg van pas zal komen, is die parlementaire onschendbaarheid. Dus ook daar is het om te doen. Ik ben het opnieuw manifest aan het liegen. Ik ben dus niet in verdenking gesteld. Ik ben absoluut niet in verdenking gesteld. U bent wel in verdenking gesteld. Dat is niet waar. Ik heb dat vandaag ook gelezen op jullie. Ik heb dat vandaag ook gelezen op jullie nieuwswebsite, die trouwens vol met leugens staat. Het parket heeft formeel bevestigd dat u in verdenking gesteld bent. Het laatste nieuws vermeldt nogthans dat het parket iets anders zegt. Ik heb vandaag ook met mijn advocaat contact gehad. Mevrouw Koos, als ik in verdenking gesteld zou zijn, dan zou ik dat wel weten, denk ik. Dan zou het parket me dat ook laten weten. Ik vermoed dat u dat als jurist toch zou weten. Mijn advocaat als het heeft vandaag ook gebeld naar het parket en die zeggen dat dat niet waar is. Als het gaat om een impliciete in verdenkingstelling, hoeft u daarvan niet op de hoogte gebracht te worden. Het parket heeft het ons bevestigd. Mijn advocaat heeft nogthans naar het parket gebeld en die zeggen iets totaal anders. Het laatste nieuws vermeldt ook dat het niet zo is. Dus dan ben ik geneigd om ervan uit te gaan dat jullie opnieuw aan het liegen zijn. Trouwens, meneer Van Langenhoven, u gelooft aan wel in de MSM van het laatste nieuws. Jullie behoren even goed tot die MSM. Ja, maar het laatste MSM zegt toch ook, ja, hij is in verdenking gesteld en anderen zeggen nee. Maar ik hoor ook van het parket dat het niet zo is. Dat het wel zo is. Ik ga vanuit dat het niet zo is. Dat is trouwens niet de eerste formeel. Leugen vandaag. Jullie zeggen vandaag ook in een artikel op 14nieuws.be, het hoofdartikel trouwens, over mijn eventuele stap naar het federaal parlement. Daar zeggen jullie ook dat ik zou hebben gezegd dat ik mijn leden zou hebben opgeroepen en sympathisanten zou hebben opgeroepen om op eender wie anders te stemmen dan Vlaams Belang of N-VA, zodat ze eens aan de lijve kunnen ondervinden hoe hard ze ons nodig hebben. Maar die account die dat zou hebben gezegd, dat is een fake account. Dat is een valse account. Dat hebben wij teruggetrokken. Om mij in discrediet te brengen. En dat heeft ook even HLN gemeld. Dat is zeer doelbewust gedaan om mij te beschadigen, om Vlaams Belang te beschadigen en om mijn reputatie kapot te maken. Maar u weet even goed als ik dat het een valse account is, dat dit gebruikt is om mij in discrediet te brengen. Jullie hebben het inderdaad verwijderd nadat ik dit online had. En het is rechtgezet. Ik geloof niet dat dit een fout is. Het stond trouwens ook op andere sites. Als mijn grootmoeder van tegen de 90 jaar meteen kan zien dat dit om een vals account gaat, dan geloof ik niet dat als er 300 voltijds betaalde journalisten werken op jullie nieuwsdienst met 300 miljoen euro subsidies, meer dan 300 miljoen euro subsidies per jaar, dat jullie zoiets niet zouden hebben gezien. Of dat kan misschien ik niet heeft geloven. Uw grootmoeder wonderlijke capaciteiten, kan ik echt niet van Langenhoven. Dit is overduidelijk. Ik heb het trouwens ook mee op mijn gsm. Ik kan het u perfect laten zien aan de kijkers thuis ook. Die account heeft 64 volgers, tweet constant, super racistisch en extremistische dingen. Goed. Het is overduidelijk dat dit niet onze meneer account van is. Onze account punt heeft duizenden volgers. Punt gemaakt. Ik stel voor dat we proberen het gesprek verder te zetten. Dit is niet en zomaar iets waar u zomaar over verder kan gaan. Nee. Jullie liegen hier manifest op jullie eigen van website. Langenhoven. En ik krijg daar niet eens excuses voor. Dat stond niet eens met excuses vermeld op de website. Meneer Van Langenhoven, u zit hier nu toch in de studio uw punt te maken. Ja, maar jullie hebben zich daar gemaakt niet voor geëxcuseerd. Dat zijn manifeste leugens die mij beschadigen. Oké. Okay. Ik wil u gaan er excuses komen voorleggen op de website van 14 Nieuws? Ik zal dat voorleggen of dat kan komen. Ik kijk naar uit en ik hoop dat de kijkers u daaraan gaan houden. Ik denk dat u hier zeer duidelijk uw punt hebt gemaakt. Hè? Toch? Niet? Ja. U bent er nu al minutenlang over bezig. Dank u wel. Goed, als we het over Schild en Vrienden hebben. Tom van Grieken zelf noemde de racistische berichten en memes die bij Panorama zijn duidelijk naar voren gekomen ranzig. Kan ik in uw geval spreken over toch ergens voortschrijdend inzicht dat het fout was, dat het niet had mogen gebeuren en dat u zich daarvan distancieert? Ik vind die memes voor alle duidelijkheid zelf ook ranzig, of toch een groot deel ervan. Een ander deel kan je plaatsen onder humor of zelfs grove humor. Maar als daar beelden getoond worden van uitgemergelde kindjes, daar wordt dan harde muziek opgezet door VRT-nieuws, dan distancieer ik mij daar uiteraard van. Ik heb daar absoluut niets mee te maken. Niets mee te maken. U blijft dat formeel herhalen, dat zeker u daar niets mee hebt te maken. En het onderzoek zal mij ook vrijpleiten. Want nogmaals, intussen is er die in verdenkingstelling. Dus u bevestigt nogmaals niets mee te maken. Ik heb daar niets mee te maken met die memes die getoond zijn. Ik stel dan voor dat we misschien ook even kijken naar een filmpje dat niet in Pano zat dit voorjaar. Het gaat om een filmpje dat u zelf in die geheime groep hebt gedeeld van de Britse fascistische politicus Mosley. U hebt dat gepost in die geheime groep.
Er zitten quotes in dat filmpje van Mosley. En toevallig hebt hij die quotes ook onlangs gebruikt na de mars tegen Marrakesh. Laten we even kijken. Laten we eens kijken. Naturally, we believe in our own race. Any man or woman worth anything believes in his own race as he believes in his own family. But because you believe in your own race or in your own family doesn't mean you want to injure other races or other families. Wij weten dat het niet is omdat je je eigen volk lief hebt, dat je daarom andere volkeren zou haten. Net zo min als je eigen gezin lief hebben betekent dat je andere gezinnen zou haten. Dit toont aan dat u wel degelijk actief was in die groep. Helemaal niet. Het is niet omdat ik een punt maak dat ooit in de geschiedenis ook al eens gemaakt is, dat dat daarom rechtstreeks eruit komt of zo. Nee, ik snap niet waarom dat u daar die linken tussen trekt. U verwijst er expliciet naar en het is vooral een bewijs dat u niet, dit hebt gepost in die geheime groep. Ik heb daar helemaal niet naar verwezen. De quotes passen over elkaar, meneer Van Langehoven. Ik heb die quotes niet over elkaar zien passen hier. Nee. Het gaat wel degelijk om dezelfde problematiek. Absurd. Ja, natuurlijk. Die problematiek is heel wijd verspreid over heel Europa. Natuurlijk zijn er al politici, academici, denkers die dezelfde argumenten zullen hebben aangehaald. Meneer Van Langehoven, een letterlijke vertaling. Zegt u nu niet? Formeel, ja. Dat is het niet. Ik heb daar niets mee te maken. En zegt u opnieuw, ik heb dat niet in die groep gepost? Ik heb daar niets mee te maken, dat klopt. Dus u herhaalt opnieuw van ik was daar niet in actief. Want dit is even betrouwbaar materiaal als de andere beelden en memes. Even betrouwbaar als de quotes die jullie mij hier aansmeren? Waar u intussen voor in verdenking bent gesteld. Ik ben daar niet voor in verdenking gesteld, maar is dat even betrouwbaar als de quotes die jullie mij hier aansmeren? U bent want die quotes staan wel letterlijk in jullie artikel. Die hebben ze dan u verwijderd. U bent daarvoor in verdenking gesteld. Dat is niet en waar. Het is wel degelijk een letterlijke vertaling, meneer Van Langehoven. Het is geen letterlijke vertaling, absurd. Dat is niet waar. Nee, dus u blijft opnieuw volledig ontkennen dat u iets te maken hebt met datgene wat Pano duidelijk heeft gemaakt. Het beeld dat men van mij geschetst heeft in die Pano-reportage komt op geen enkele manier overeen met wie ik ben als persoon. U citeert hier Mosley, een fascistisch politicus. Dat is niet waar. Dat is wel zo. Het is niet omdat er ooit al iemand gesproken heeft over de negatieve invloed van linkse media op Europa, dat ik daarom rechtstreeks inspiratie zou halen uit die personen. Er hebben waarschijnlijk al mensen van links of van rechts of van overal dat gedaan. Nee, dat is absurd. Dus u blijft bij uw standpunt. Ik geef nogmaals mee dat het parket heeft bevestigd dat u in verdediging aan mij hebben ze het omgekeerde gezegd. En dat u daar niet per se van op de hoogte moet gesteld worden. Dries Van Langehoven, dank u wel voor uw komst naar de studio.